Leuk, je boeken kaft met zelfgemaakt kaftpapier. Dit heb je nodig. Knip een stuk papier af dat ruim om het boek past. Het is handig als je het hele vel papier glad op tafel legt. Zo kun je goed zien of je de tekeningen goed verdeelt. Ik laat je zien hoe je met simpele tekeningetjes een leuk plateau maakt. Dit wordt een ijsje. Ik teken eigenlijk alleen de buitenste lijnen van alles. Hier maak ik een tekstballon. Ik teken een rechthoek met ronde hoekjes en een driehoekje aan de onderkant. Hierin zet ik hoi met schreefletters. Dit zijn de schreven. Die komen bij elk pootje aan het einde. Hier maak ik een ster. Kijk mee hoe ik dat doe. Patroon leg je er goed op dat je de tekeningen even vaak afwisselt. En de afstand moet ook ongeveer gelijk zijn tussen de tekeningen. Het is leuk om er af en toe een tekst tussen te zetten. Ik maak de lijnen gelijk wat dikker. Zo staat het mooi tussen de tekeningen in. Patroon zit ook herhaling, dus let erop dat je niet dezelfde tekeningen naast elkaar maakt. Als je blij bent met je verdeling, kun je gaan overtrekken met stift. En dan nu mijn boekkaften. Volg ik dat ook weer? Haha. Geworden, toch?